ik denk niet dat wij veel invloed daarop hebben. Vooral zo'n jonge leeftijd ook. Er wordt ook niet echt gevraagd naar onze mening daarover. Ik ben heel benieuwd waarom Rotterdammers volgens u niet gestemd hebben bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat spreekt voor zichzelf. Want de inwoners van deze wijken, zoals Bloemen of Arkaan, Prijzenhuis en zo, die hebben geen vertrouwen in de politiek. Want er wordt niet naar hun geluisterd. Ik hier zou zelf in mijn land stem ik niet. Sinds dat ik ben ook hier komen wonen, stem ik ook niet. Dus ik weet, ik heb een reden hiervoor, weet je. Omdat ik heb altijd geleerd, je doet je heel je uiterste best voor die mensen die wil dat je voor hun gaat stemmen. En op het laatste moment, die mensen doet niks voor jou. Zelf geef vertrouwen in de politiek in de zin van, kijk, vroeger ging ik ook stemmen. Maar maakt niet uit, rechts of links, maar maakt niet uit. Beloftes moeten nagekomen worden. Reïntegratie. Er wordt miljoenen, miljarden geld ingepompt. Uiteindelijk, mijn eigen burgers, Hollanders, autochtonen en allochtonen, die hier opgegroeid zijn, geboren en getogen, die nog geen eens woning kunnen krijgen. Los het maar op. Ik volg die kabinet. Netjes aardig. Iedereen praat wel wat leuks en mooie, al die zinnen allemaal. Waar is die realiteit? Waar? Ik denk gewoon, mijn ouders persoonlijk, die stemmen gewoon niet. Omdat ze gewoon niet begrijpen wat voor impact ze maken als ze zouden stemmen. Heb jij een idee daarover? Nou, van mijn ouders weet ik het niet precies. Ik weet alleen, ze stemmen niet. Ja, ik ben persoonlijk wel altijd iemand die wel stemt. Dat is, ik vind het onnodig om je stem zomaar weg te laten schieten. Maar heb het baat? Nee. Heeft u nog een advies voor mensen die wel de politiek nog in willen en die misschien iets willen veranderen, hoe ze dan wel mensen kunnen bereiken? Ja, tuurlijk. Dan moeten ze eerst gewoon in de wijken rondlopen met mensen, allemaal mensen, inwoners van deze wijken praten wat zij verwachten van de politiek. Ik denk, kijk, je kan het wel zo aantrekkelijk proberen te maken, maar in werkelijkheid wordt er weinig gedaan. Wanneer de verkiezingen komen, zijn allemaal op straat, overal. Landelijk. Maar nu, waar zijn ze allemaal? Waar zijn ze allemaal? Straten zijn onveilig. Straten zijn onveilig. Dus ik denk, vertrouwen en loyaliteit van de kabinet, ook gemeente, dat er meer loyaliteit en handhaving bij het op straat moet komen. Veel mensen die gaan niet erin geloven. En veel mensen die stemmen ook niet, omdat het is de tijd.